Je hebt iemand op ideeën gebracht. Nu nog even thuis op de bank, maar ik ga me straks boven omkleden en dan ga ik naar stal toe. Ik ga me namelijk met 3 anderen op buitenrit naar de Vlietlanden. Dus ik ga Jero meenemen, Jero inladen. Dan vriendin ophalen met haar pony. En dan gaan we naar de Vlietlanden waar we nog 2 ontmoeten. En dan gaan we met z'n 4 gaan we een gezellig ritje rijden. Ik doe de GoPro op, dus die beelden gaan jullie nu zien. Dus veel plezier met kijken. Baby, why can't you sleep at night? Tell me lies, I just wanna know the truth. Do or die, is it me or is it you? Is it you? You can't say I haven't tried to cross this great divide. Your feelings come and go, but I still love you so. Ze eten niet opgegeten, dus dat ging hem achterna. Maar toen ging hij weer terug hierheen rennen. Kijk! Jero!
mensen. Die was echt mooi. Wij zijn klaar op stal. En we hebben hem weer voor het eerst in 3 maanden. Ja, sinds dat ik mijn enkel had gebroken, dat was eind februari. Zouden we eigenlijk district kampioenschap vaardigheid gaan rijden. Maar ja, dat werd hem toen niet. Want ja, ik had mijn enkel gebroken. En nou ja, toen zijn we ook van stal verhuisd en zo. En toen hadden ze best wel stress. En nu was hij weer relaxed. Alleen nou ja, hij ging weer voor het eerst in 3 maanden voor de wagen. Dus hij vond het wel spannend. Hij had er weer zin in. Dus in het begin was hij even druk. Maar daarna kon hij weer ontspannen. Sommige mensen kunnen geen niet auto rijden. Dus we hebben het goed afgesloten. Hij moest weer aan wennen. En de bak is ook niet heel licht of zo. Dus best zwaar. Een soort Marcel die al Marcel de fiets al klaar had zetten. Dus ja, dat hebben we goed afgesloten. Daarna hebben we ze weer eten gegeven. Want ze staan nu 24/7 in het land. Dus dan krijgen ze daar 1 keer per dag ook eten als wij op stal zijn. Als we de paarden hebben gedaan. En dat was weer onze dag op stal vandaag. En ja, dit gaan jullie zaterdag zien. Dus dat is dit ook het einde van deze 2 dagjes van deze week. Ik zit te denken om, Lotte kan niet zo goed filmen, om vaker te gaan weekvloggen. Dat we jullie gewoon meenemen met wat we in een week doen. Want dat bij elkaar is dat wel leuk om als video te gebruiken. Want we hebben nu natuurlijk niet dat we op wedstrijd gaan of zo. Dus dan gaan we maar weekvloggen. En ik ga zaterdag iets heel spannends doen, maar dat is nog geheim voor jullie. Dus bij deze wil ik jullie weer bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En dan zie ik jullie weer in de volgende video. Doei!